Trainersvisie 14. Goed weekend gehad, Willem. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Jij ook? Ja, uh, bijzonder goed weekend. Als DVS heeft gewonnen, dan uh, ben ik toch altijd in een uh, betere uh, stemming. Um, afgelopen zaterdagavond na de wedstrijd uh, leuk dinertje gehad met de club. Ik kwam er, uh, wel precies op tijd. Hè? Viel alles uh, mooi uh, in, 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 uh, in, het, in het potje. Nou ja, als je, als je uit eten gaat met de selectie en de staf en, uh, en eventueel uh, de partners, dan is het altijd een extraatje als je wint die wedstrijd uh, van tevoren. Want ja, je moet er niet aan denken dat je vijf in op je broek krijgt en dan daar. Uh, dus ja, die smaakt maakten gewoon beter als, uh, als normaal. Okay. Wat vond jij zaterdag het sterke punt van uh, jouw ploeg? Collectief. Collectief. En op welk moment dacht je van, oeh, hier uh, kon het wel eens misgaan? Heb ik eigenlijk niet gedacht. Ook niet net, net na rust? Had je, had je verwacht dat Huizen uh, toch even wat feller uh, die kleedkamer uitkwam? Nou ja, als jij nou trainer van Huizen bent, je staat 2-0 achter. En je bent toch gymnastiek leraar, of niet? Ja. Dat heb ik eens ergens gelezen. Ja. En als je dan achter staat en met 2-0 en je uh, en, uh, en, uh, en speelt thuis. Wat zou je dan aan die spelers zeggen van: uh, nou ga maar achteroverleunen. Nee, dan zeg je de beuk erin natuurlijk. Dat weet jij ook. Ja. Precies. Nou, dat had je dus verwacht. Ja. Dat had je dus verwacht. En wat, heb je, wat zeg je dan tegen jouw spelers in de rust? Ja, dat is wel mooi. Van zorg dat we het eerste kwartier geen tegendoelpunt krijgen. En dan gaan ze tegen hunzelf spelen. Maar ja, we kregen dus wel tekendoelpunten, maar we gingen er wel goed mee om. Ja, het was wel weer even een test uh, voor die jongens, om, om dan toch, want ik denk dat jij op dat moment uh, toch weer de nadruk legt op uh, organisatie, organisatie. Klopt dat? Ja, ik denk dat uh, met dit team uh, organisatie heel belangrijk is. En, uh... Ik moet zeggen dat ze het heel goed doen. En daarom kunnen wij het gewoon, wat ik zeg van tevoren al, van iedereen heel, iedereen heel lastig maken met een hele goede organisatie. En dan gekoppeld aan de individuele kwaliteit. En daarnaast een fysieke en geestelijke goede, goede, goede balans. Ja, dan kunnen we het iedereen heel moeilijk maken. Nou, uh, zit ik wel eens na te denken als ik Maurice uh, zou zien spelen, dan, dan denk ik uh, intuïtief aan. Uh... Ook zo'n intuïtieve speler als uh, Romario de Souza uh, Faria, vroeger uh, bij PSV, weet je wel. Die ook altijd zei van, uh, nou, ik ben, ik ben echt wel een beetje moe. Maar, en, maar ja, uh, hij had altijd zijn momenten. En zo'n Maurice heeft dat ook, hè. Ja, maar ik vind dat Maurice daarnaast als aanvoerder, en dat heb ik weer na de wedstrijd gezien toen we aan het eten waren, ook een hele belangrijke taak heeft. En die pikt hij goed op. En ik vind ook dat hij in de omschakeling doet hij ook hele nuttige dingen doet. Dus nee, ik ben, gewoon, dus ik ben over iedereen tevreden. Zelfs de invallers, ik ben over iedereen tevreden. Ja, en ook over de staf hoor ik. Altijd. Oh. Ja, maar je, je hamert op, op, op het feit dat je, dat je dat met de hele groep doet, hè? met de spelers, met de staf, met... Met de trainers. Ja, maar daarom, en dan, dan moet je gaan biljarten, dan heb je daar geen last van. Ik bedoel, we hebben gekozen voor een teamsport en dat heeft consequenties en uh, gevolgen. Dus dat, uh, dat houdt in dat je het ook samen moet doen. Mijn motto is altijd: Team together, everybody achieves more. En uh, zo zal het ook gebeuren. Wie zich uh, vergeet voor te bereiden, bereidt zich voor vergeten te worden. Dus voorbereiding is in deze natuurlijk ook bijzonder belangrijk. Uh, kun ik, bevat je dat gelijk, die zin die ik uitspreek, of niet? Ik heb wel een heel leuk antwoord, maar dat ga ik niet zeggen. Ik, uh, ja, ik heb het gevolgd. Je, je hebt het gevolgd. Ja, okay. um, nu uh, ga je op naar de volgende wedstrijd. Dat is pas uh, volgelijk uh, dinsdag. Hou jij ook van uh, oefenwedstrijden? V vind jij dat dat eigenlijk veredelde goede trainingen zijn? Als je interim trainer bent, dan ben je met elk contactmoment dat je met die spelers hebt. en feedback die je hebt, die ben je blij mee. En in een oefenwedstrijd kun je weer iedereen aan het werk zien. En het interesseert me helemaal niet het resultaat. Heb je geen tegen Spakenburg? We spelen een fantastische eerste helft 1-1 en we wisselen gewoon zeven 8 spelers. en we verliezen 5-2. Maakt mij niks uit. Voor mij is het belangrijk dat iedereen ritme opdoet en dat ik iedereen zie. Just, precies. Dus een, 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 een training is niet altijd uh, even heilig. Uh, oefenwedstrijden zijn, kunnen zeer nuttig zijn. Precies. Oké. Okay. Um, kun jij heel snel de opstelling van afgelopen zaterdag um, herhalen? In een heel hoog tempo vanaf de doelman van uh, DVS. Even uh, testen of je de namen allemaal. Uh, al... Uh... Nou, jij eerst. Komt, ja, dan neem, dan daar komt dan een stoppotje erbij. En jij eerst? Daan Huiskamp. Jor, ja, Huis ja, 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 ja. Joran van Zandt. <laughs> Basil Kamara, uh, Haidar, um, ja, 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 ja. uh, Roald De Vries, uh, Joran Pot, uh, Koufloodgraven, dan, dan gaan we knippen toch dit op. En de voorrunde, Ja, doe de vorige. Als we dit niet knippen, nee, ik heb, moet zeggen, ik een week, heb ik uh, alle namen goed onder de knie en uh, ja, en ook van de staf, alleen bestuursleden nog niet, maar die is minder belangrijk zijn die. Daarom was deze vraag natuurlijk ook. Want uh, ja, in het begin kan ik me voorstellen dat je zegt: hey Lange of uh, Dikke, uh, gaan ze van achter die bal aan? Nou, oh, Dikke niet. Maar uh, nee, als je in, uh, in uh, Koeheid zit en je moet, uh, na vijf dagen moet je met veertig uh, spelers en twaalf uh, en, uh, man staf opstappen, en, uh, dan, weet je, dan weet je na een week de namen niet. Maar hier was dat vrij makkelijk. Hartstikke goed, je bent geslaagd. Dankjewel. Succes uh, van de week. Veel uh, plezier uh, in uh, Venendaal. Pak ze, gewoon die Dovo mensen. Belangrijk, zei ik net het resultaat, maar oké. Okay. Ja, okay. Maar het uh, toch wel leuk. En ja, een goede voorbereiding voor uh, volgende week tegen Capelle. Bedankt weer voor deze uh, trainingsvisie. Uh, Graag gedaan. Oké. Okay.